We zijn hier in CIMA in Genk en jullie staan hier in de tentoonstelling van Tim Walker. Tim Walker, Wonderful Things, een prachtige tentoonstelling die nog tot 21 februari 2021 loopt in Genk. Want we hebben deze prachtige tentoonstelling verlengd, omdat we natuurlijk een tijdje gesloten waren in het kader van de coronamaatregelen. Maar nu is iedereen terug welkom, natuurlijk in veilige omstandigheden met reservatie op voorhand en met mondmasker aan, dat ik omwille van de veilige afstand nu eventjes kan uitlaten. Wie is Tim Walker? Tim Walker is een heel bekende fotograaf. Die eigenlijk wereldwijd geroemd wordt omwille van zijn extravagante en romantische stijl van fotografie. En in CIMA in Genk presenteren we eigenlijk een tentoonstelling van hem die hij heeft gemaakt in samenwerking met het bekende Victoria and Albert Museum uit Londen. We tonen meer dan 150 nieuwe werken van de fotograaf Tim Walker in deze tentoonstelling. En ook werk uit zijn vroegere jaren. Wat is Tim Walker eigenlijk gaan doen? Hij is gaan grastuinen in de collectie van het Victoria and Albert Museum uit Londen. Een heel bekend museum voor hedendaagse kunst en design. En hij is daar gaan grastuinen in die enorme collectie van het museum. Hij heeft daar zijn inspiratie uit gehaald en daar heeft hij nieuwe prachtige fotoreeksen van gemaakt die hier op CIMA getoond worden. We zijn hier in de V&A Room, zo noemen we deze ruimte in de tentoonstelling. En hier staan eigenlijk alle collectiestukken opgesteld vanuit het Victoria and Albert Museum in Londen, waaruit de fotograaf Tim Walker zijn inspiratie heeft gehaald voor deze tentoonstelling. Dus in het Victoria and Albert Museum is een enorme collectie aan eeuwenoude stukken. En Tim Walker heeft de kans gekregen om die collectie te gaan bekijken. En hij was daar enorm door geïnspireerd. En een van die stukken die hij zag in die collectie zijn deze gouden schoentjes van een zekere mevrouw Edith Sitwell. En Edith Sitwell was eigenlijk een heel extravagante dame die geleefd heeft van de 19e eeuw tot midden 20e eeuw. En hij zag foto's van haar, hij zag heel extravagante ringen en onder andere ook deze gouden schoentjes van haar. En dat was voor hem een inspiratiebron om een nieuwe fotoreeks te gaan maken. En die nieuwe fotoreeks, daar nemen we jou zo meteen even mee naartoe in het tweede deel van de tentoonstelling. In deze extravagante gele ruimte zie je de fotoreeks Why Not Be Oneself, waarvoor Tilda Swinton, ook een bekende actrice, in de huid gekropen is van Edith Sitwell. En Tilda Swinton is zelfs nog een verre erfgename van deze Edith Sitwell. In de foto's zie je Tilda Swinton met extravagante make-up, met die ringen, met die extravagante kleding, die ook zo tot de verbeelding sprak in de foto's van Edith Sitwell zelf. Het decor dat je hier trouwens ziet is gemaakt op SeaMine. Dat is echt een SeaMine productie. Het decor is een ontwerp van Shauna Heath. Het is een Londense scenografe, set designer waar Tim Walker altijd mee samenwerkt. En daarvoor hebben wij een lokale scenograaf gezocht, Jo Klaps. En hij heeft samen met De Chevaux, een bedrijf op SeaMine, al deze prachtige decors gebouwd.